We hebben weer nieuws. En zoals beloofd doen we dat voortaan met twee mensen aan de tafel. Dus Jelle zit er gezellig bij. Hallo. Enigszins geschor vanwege een brulconcert wat je gisteren hebt gehouden. Ja, dat klopt. Dus, als je mijn stem ziet, hoort overslaan, dan weet je wat er, waarom dat is. Precies. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over twee dingen hebben. We gaan het hebben over het vertrek, toch best wel verrassend, van Patrick Söderlund bij EA. Ik ga niet zijn naam noemen qua wat hij is, want het is een CEO, dit en dat. Nee. Nou, volgens mij is hij gewoon vice executive van iets world. Ja, hij bepaalt wat voor games worden gemaakt. Ja, maar waarom doet hij dat en niet Andrew? Andrew Wilson is meer van de baas van de hele toko. Ja. En aan Patrick is het om te zorgen dat het deze games kan. Gaan we maken. Deze games gaan we maken. Zo gaat het eruit zien. Dit gebeurt er in de games, et cetera, et cetera. Dat is de man. Ja, maar gaan natuurlijk mensen in de community zeggen: ja, maar de ontwikkelaars die bepalen dat toch? Nee, want in principe, als jij een EA. Alle ontwikkelaars van EA zelf, dus de first party, die dansen naar de pijpen van deze man. Ja. Hij is uiteindelijk hij zegt niet het fiat. In Battlefield 5 moet het gaan over de Tweede Wereldoorlog. DICE komt. Hey, zullen we Battlefield 5 over de Tweede Wereldoorlog exact. Doen? En hij zegt, ja, is goed. Maar hij, absoluut. Maar ja. hij zorgt wel voor een lijn erin. Ja. Hij zal zeggen van, nee, we willen geen Eerste Wereld, we willen Tweede Wereldoorlog. En hij is natuurlijk ook de man. De lootboxes, de microtransactions. Dat is onder zijn bewind gebeurd. Ja, ja. En niet onder Andrew Wilson. Nee, want Andrew Wilson heeft daar die zorgt gewoon dat die hele toko draait. Hij is echt met die games. Hij bepaalt ook de marketingstrategie. Als ik alles. Denk aan de corporate face of evil van de EA, dan denk ik aan Andrew Wilson. Hij is EA's chief design officer. Dus ja, nogmaals, het zijn echt bizarre termen. Maar laten we het daar maar simpel houden. Hij bepaalt feitelijk... het stramien, de games, wat voor games, welke game komt er wel uit, welke niet, wanneer, wat zit er in die game, de lootbox-strategie, de marketing-strategie. Hij had een behoorlijke stempel, kon hij drukken op EA. De man is... Hoe lang heeft hij dat gedaan? Hij komt natuurlijk bij DICE vandaan. Hij was ooit de man van DICE. Okay. Hij is toen overgenomen, eigenlijk gepromoveerd. Ja. Van EA had ziet van, hey, maar jij hebt een goede blik op hoe je games moet maken. Engines, alles, je snapt alles. Je gaat dat gewoon doen voortaan bij ons over alle games. En, hij staat hier achter, ik weet niet of we hem dat is. Ik heb ook een heel leuk plaatje van Patrick Söderlund. Kijk, dat hij betrapt wordt in de stripclub. Dit is Patrick Söderlund. En... hij krijgt hier op dit moment een hartaanval. Ja, inderdaad. Dat was inderdaad gisteren. Toen dacht hij opeens van, dit voelt niet goed. Ja, ik moet weg. Paniekaanval, ik moet weg. Ik moet weg, hij is inderdaad opeens weggestapt. En dat vond ik al heel verrassend. Twee ingrediënten maken dit nog veel verrassender. En dat is aan de ene kant... Zijn oprol-promo-premie. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar er is niet bekendgemaakt waarom die weggaat. Nee. Hij heeft niks gezegd. En EA heeft niet gezegd. Behalve dan, hij is weg. Wat was je een toffe peer. We wensen je heel veel goed. Ja. Dat is zak het. Zak in de stront. Zak in de stront. Het tweede verbazende is... En dat hebben wij gewoon te danken aan onze vrolijke vrienden van Kotaku. Die zijn er echt ingedoken... En die hebben dus, en het schijnt dat je daar beroep op kunt doen, dan mag je die dingen bekijken. Dit is het bericht inderdaad van Kotaku. Hier hebben ze dan helemaal uitgevonden. Dit is niet Kotaku. GameSpot, sorry. Hier hebben ze helemaal, zij quoten weer Kotaku inderdaad. Okay. Zij hebben helemaal uitgevonden dat hij dus een bonus heeft gehad van $20 miljoen. Ja. Een aantal maanden geleden, waarbij eigenlijk de bedoeling was... Oh, niet een oprolplein. Nee, het was 20 miljoen bonus die hij kreeg met de bedoeling om de heer Söderlund langer aan EA te verbinden. Dat staat ook letterlijk, dat moeten ze dan aangeven bij de SEC, dat is dan weer de aandelen, de wachthond, de waakhond daarover, dat deze premie voor 20 miljoen was om Söderlund daarbij te houden. Daar is hij op ingegaan. Mm-hmm. En een aantal maanden later zegt hij toch... Doei! Misschien werd de premie niet in één keer betaald en kon hij niet een heel duur huis kopen. Nee, nou ja, de vraag... Waar leven die man? Nee, nou, de vraag is natuurlijk ook in hoeverre hij die premie nu nog krijgt. Daar zijn ook allerlei speculaties van. Zit er een bepaald clausule in dat contract dat als je toch weggaat, dat je die 20 miljoen tuurlijk. Niet zou gaan... Ja, goed. Toch hopen, anders verdient die 20 miljoen naalden in zijn knie. Exact. Wat dan ook leuk is, en daar heb ik dan andere even kijken hoor, dan moet ik dat die info ook van vinden. Nou, dat is hier, dat is dit plaatje.
Dit is feitelijk de hele salarislijst die ze afgehaald hebben. Ja, ik bedoel, Andrew Wilson verdient dus... 32 miljoen per jaar. Ja, nee, dat zijn stock awards. Dus hij krijgt ook nog eens een keer aandelen uit een aandelenstok. Die is 32 miljoen waard. 35 miljoen per jaar. Zijn salaris is 1,1 miljoen van Andrew Wilson. Maar Patrick Söderlund is de derde man. Die krijgt dus 8 ton salaris. En hij heeft 46.253.000 dollar aan... Stock Award, ook nog eens een keer. Dus 48 miljoen in één jaar. Nou ja, dan heeft hij ook nog eens een keer non-equity incentive plan. Ik weet niet precies wat dat is, maar goed. Je moet wel zeggen dat als je vergelijkt... Ja, hij verdient het meest. Nou ja, maar als je kijkt naar vorig jaar 10 miljoen, hè, schamele 10 miljoen, daarna schamele 11 miljoen. En dan nu is 48, zijn het allemaal battle front fucking... lootboxes die daarvoor gezorgd hebben. Waarom is het zoveel omhoog gegaan? Dat is wel grappig. Dat Kenneth kan ik uitleggen. Moss, fucking petty change zwerver die het er is. Met zijn fucking 14 miljoen. Ja. Mensen maken ook allemaal grakken van. That's a lot of lootboxes. En dat soort dingen. Ervan. Hij heeft een season pass, hadden ze gekregen voor Patrick Söderlund voor 20 miljoen. En uiteindelijk zat Patrick Söderlund het dus toch niet in. Nee. Kijk. Ik neem hem enigszins in de verdediging. Patrick Söderlund heeft ervoor gezorgd dat het aandelen van EA enorm zijn gestegen. Ja. En, de gamer is er niet blij mee. Business-wise hebben ze hele goede jaren gedraaid. Exact. Dat is gewoon geld. Dat is gewoon keihard geld. Ik denk daarom ook dat bedrijven, grotere bedrijven nog dan EA, misschien niet per se games-industrie dit hebben gezien en die hebben hem gewoon weggehaald. Nou, dat is dus de vraag. Want dan gaan we dus naar de LinkedIn-pagina van Patrick Söderlund. Ja. Die heb ik hier. Mag ik even hopen dat hij gewoon ergens een stuk land heeft gekocht in Scandinavië. En met pensioen is gegaan. En kinderen met die niet kunnen lopen toch leren duiken. Ik hoop dat hij zoiets doet. Ja, ik weet het niet. Eigenlijk laat hij het nog redelijk in de midden. Hij zegt natuurlijk gewoon van, oh, het was zo ongelooflijk leuk om met jullie allemaal te werken. Het was fantastisch. Lifelong friends. Etcetera. Maar hij zegt dus een beetje aan het eind. While I'm not yet ready to spill the beans on what's next for me, rest assured... Iets meer een Scandinavian accent. Okay, rest assured that I'm not done with the gaming. Okay. Dus hij is nog niet klaar. Okay. En omdat EA dus niet bekend maakt, nog hij, nog Andrew Wilson, waarom die weggaat. Ja, wat is hier aan de hand? Ik weet... Feitelijk heb je ook vaak een soort van contracten waarin je niet zomaar kan zeggen van... Nou, ik werk nu voor Activision binnen een maand. Ja, maar dat is inderdaad wel gezellig. Want hij weet veel. Om het even over te hebben. Ja, nou, daarom, welk bedrijf zou nou... Want iedereen in de gamesindustrie, elke ontwikkelaar en publisher, die moet toch denken van... Oké, weet je, EA, ik ben blij dat ik daar niet mee samen hoef te werken. Of dat ik daar niet... Want dat zijn geldwolven. Want inderdaad, de business gaat heel goed. De games zijn allemaal niet zo heel cool. Dus welke bedrijf in gaming zou een nieuwe EA willen zijn, vraag ik me dan. Nou ja, ik bedoel, het zou zomaar kunnen bijvoorbeeld. Maar het gaat nu volledig speculatie. Ja, ik denk dat er twee opties zijn. Of bijvoorbeeld echt een top-notch bedrijf. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een Microsoft. Ja, maar, haalt hem op. Ja, maar om revenue te genereren over de rug van de kwaliteit van games. Goed. Oké, dat is iets wat hij gedaan heeft. Maar Microsoft is bijvoorbeeld heel veel studio's nu aan het kopen. Phil Spencer is feitelijk de grote baas. En wie weet zeggen ze tegen Patrick, jij gaat al die studio's, dat daar weer één synergie uitkomt, dit en dat en zus en zo. Ja. Dat zou kunnen. Hij heeft ervaring. Hij heeft natuurlijk een beetje een smet op zijn blazoen de laatste tijd met die microtransactions en Battlefront en al dat soort dingen. Wat ook kan, en wat ik denk, is dat hij gewoon... Kijk, hij heeft nu gewoon tientallen miljoenen verdiend. Dat hij gewoon een nieuwe studio gaat beginnen. En misschien wel free-to-play games gaat maken. Of, ja, denk je dat? Maar is dit echt een... Oké, het is wel een... Wie weet is hij gewoon klaar met die hele fucking business. Het is niet echt iemand die denkt van, nou, ik ga mijn eigen bedrijfje... Hij is iemand die inderdaad gewoon een bedrijf... Een ontzettende... Hij is wel begonnen als programmeur. Oh. Via zijn Wikipedia-pagina kan je dat een beetje zien. Het is wel een gamer. Hij kan natuurlijk ook gewoon leiding geven aan. Dat zou ook nog mogelijk zijn. Ik zie hem niet zo 1, 2, 3 dan gewoon naar een kleiner bedrijf toe gaan. Wat daaronder alles... Daarom, Vivendi, man. Dat is ook zo'n bedrijf. Dat is ook zo precies zo'n bedrijf. Weet je, die hebben geprobeerd de hostile takeover van Ubisoft. Dat past veel meer bij wat hij doet. Vivendi is een van de grootste... hoe noem je dat? Hoe heet zo'n bedrijf?
Weet je, ja, het is een investeerder. Investeerder inderdaad. Ja. En in de entertainment-industrie en dus ook in de games-industrie. Ik vind wat hij heeft gedaan bij EA vind ik heel erg passen bij wat ik ja, denk dat Vivendi ook wil. Hij heeft wel DICE groot gemaakt met Battlefield bijvoorbeeld. Hè? En daar zit toch ook wel een stukje creativiteit in en een stukje visie. Ja. En de laatste tijd is die visie een beetje op hol geslagen. Het kan ook zijn, wie weet, was hij helemaal niet blij met die hele microtransaction shit en dat soort dingen. Ik weet het, moest dat doorvoeren. Ik kan me voorstellen dat hij natuurlijk, natuurlijk als jij, ook al ben je in hart en nieren bijvoorbeeld een gamer en een programmeur, als je op een gegeven moment ergens een soort van iets ziet van, hé, maar wacht even. Ja. Weet je, als we nou dit gaan doen, ja, dan zullen gamers misschien ons niet zo erg leuk vinden, maar weer dat je 20 miljoen bonus krijgt om te blijven, dat hij daarop ingaat en dat hij een paar maanden later zegt, ik ga toch weg. Nou, waarbij hij mogelijk dus die 20 miljoen weggooit. Nou, dat heeft hij echt niet nodig, die klootzak. Nee, oké, maar dus er is iets. En omdat ze beide niks zeggen, ze houden het allebei netjes. Waarschijnlijk hebben ze dat gewoon afgesproken. Nou, precies. Dus dat is heel vraag. Wat ik ook leuk vind bij die LinkedIn-pagina, als we die nog even een keertje in beeld kunnen krijgen, is bijvoorbeeld is de like van jou. Arjen Brussé. Ja, die natuurlijk ook een deel voor EA heeft gewerkt. Maar hieronder zijn, dat zijn allemaal top-notch gasten. Directors ook gewoon. Like directors, ja, fantastisch. Chiefs, managing all directors. The best. Ja hoor, ze zijn allemaal blij met elkaar. Allemaal soort van €1000 handclaps aan het doen. Exact. Ik zag ook nog wel weer aan de andere kant weer een post ergens van een ex-medewerker van EA. Ik weet niet hoe betrouwbaar dat is. Die dan weer zegt van het was gewoon een grote ijskoude asshole die gewoon totaal geen contact had met de medewerkers op de vloer. Oh, dat kan ik me voorstellen. Maar dat hoeft er ook niet. Als weet je, dat is een beetje het ding met headhunters. Weet je, niet iedereen is een Boris van der Ven. Nee, niet iedereen is een gezellige man. Dit was een ijskoude kerel. Maar in ieder geval opmerkelijk nieuws dat deze best wel grote gezichtsdragend persoon van EA is in één keer weg. We weten niet waarom, behalve dat hij weg is. Ik denk inderdaad dat de komende weken er wel meer naar buiten gaat borrelen. Wat nou exact de reden is. Ik zet mijn 0,005% van wat hij verdient in op Vivendi. Oké, goed. Nou, we gaan het meemaken waar hij terechtkomt. Misschien nog wel veel minder. Dat slaat daar helemaal nergens op. Volgens mij is nog veel minder wat ik verdien dan deze. Oké. Die is 0,005% van wat. Ja, nee, dat is nog heel veel geld. Ja, toch? je halve bitcoin die je nog hebt, die zet je erop. Precies. Ja. Anyway, ik heb weer even een plaatje van een controller. En kijken of Jelle kan raden wat dit is. Dit is een Xbox Elite controller. Exact. En dit is wel de huidige versie. Dit is de huidige versie. Als we de geruchten mogen geloven, en dat is naar buiten gekomen via The Verge, ook een site, komt er in oktober al een nieuwe versie van deze controller. Een Elite 2.2, dus als het ware 2.0. Op de Gamescom mogelijk bekendgemaakt. Heet hij de 2 Elite? Nee, hij heeft een codenaam. En daar moet ik even voor gaan koekeloeren. Want dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar is het iets als niet een schorpioen, maar een spider of een caterpillar, centipede? Nee, het is de Washburn. Dat is wel gek. De Washburn is de codenaam. Hij gaat $150 kosten. Vind ik duur voor een peripheral, maar ik moet wel zeggen, als je die Elite controller in je hand hebt, het voelt wel heel sick. Het voelt echt lekker. Ja, het is zwaar. Zeker. Het heeft extra knoppen. Je kan hem customizen als je wil. Ik vind het wel echt een tof ding. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel duur. Nee, nou, het is gewoon feitelijk een tegenhanger van de SCUF controllers. Hè? Dus eigenlijk een extra controller. Ik vind hem sicker. Ja, nee, nou, ik vond het ook een hele sikke controller. Hij was binnen no time uitverkocht. Ik hoop ook zeker dat ze dat weer gaan doen. Misschien ietsje meer uitgeven, maar wel hou het limited. Dat maakt het ook ietsje specialer. $150 is duur, maar aan de andere kant een hele goede SCUF controller kost ook een hoop geld. Dit is echt iets voor gamers die e-sports doen of echt heel, heel erg into gaming zijn en echt het beste van het beste willen hebben. We gaan kijken of dit wordt aangekondigd op de Gamescom. Het zou zomaar kunnen. Er zijn geen persconferenties, althans niet van Microsoft. Maar er is altijd wel, dit zijn wel van die nieuwtjes die ze dan op de Gamescom doen. Ja, weet je wel. Dit is niet super groot, maar zeggen, wel leuk. Ik heb het niet op gelet, maar ja, en hij is nu dus inderdaad aangekondigd. Is dit echt een aankondiging dan dit? Nee, dit is zeg maar een gerucht. Oh, gerucht. Gerucht, okay. Waarvan deze man zegt van, hey, weet je wel, het gaat gebeuren. Het wordt aangekondigd, het kost $150. Maar het zou zomaar kunnen dat ding gewoon ergens op de E3 al bij hun showcase hing. En dat niemand er voor de rest aan heeft gekeken. Omdat ze gewoon dachten van, nou, dat is gewoon een Elite controller. Dan zou iemand het wel opgevangen zijn. Het is wel een gerucht wat al langer loopt van die nieuwe Elite controller komt eraan. Microsoft is altijd wel bezig met om de zoveel tijd. Het is alweer 3 jaar geleden dat de Elite controller er was. Ja, het is alweer een tijdje geleden. Jezus. Dus voel me oud. Ja, we krijgen een nieuwe Elite controller. Nou, ik
tof. Het is niet een huge aankondiging, maar we gaan op de Gamescom even kijken of we hem toevallig tegenkomen. En ja, dat was eigenlijk het nieuws van vandaag. En ik denk dat... Nee, want Patrick Söderlund blijft nog tot oktober, moet hij nog werken. Oh, echt? Dus het is niet dat hij nu in Zweden aan het langlaufen is. En in de echt wel, want hij neemt zijn vakantie. Als ze vrije dagen neemt, ja, hij natuurlijk gewoon. En anders zegt hij, ach, dan koop ik mijn fucking vakantiedagen wel af bij jullie of zo. Weet je. Ik dacht dat hij precies wegging, 1 of 2 dagen voor Battlefield, dat het uitkwam. Of de nou, misschien ook wel leuk. Dan kan hij dat nog meemaken. Precies, pak hij dat feestje, pak hij daar de bonus ook nog even van. Nou, ik wens hem al het goeds toe. Ja, ik ook, Patrick.